Oh god. Oh god. Ja, OC, AC, de... Wat in godsnaam? Helemaal daarboven. Is daar ook brand? Oké. Okay. We zijn hier nog niet weg of we krijgen een vervolgmelding van een appartement brand. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar... Wauw, die kwam wel heel slecht uit. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD voor Amor. En op dit moment gaat het kazernealarm af voor de TS. Ja, dat is niks voor ons, een olielek voor de autoladder. Want jullie hebben massaal gestemd op de autoladder of via Instagram. Wel niet massaal, jullie hebben, voor de mensen die er nu niet snappen van, ik heb er helemaal niet kunnen stemmen. Volg mij op Instagram, dan ja, zo eens in de heel weinig tijd krijg je een stemmogelijkheid. Ja, en dan in dit geval was het of de autoladder of de TS voor de volgende video van Los Santos Rescue Division. Nou, jullie hadden op de autoladder gestemd. Toen heb ik wel even erbij gezegd van luister mensen, jullie stemmen op de autoladder. Houden wel even rekening mee tot ik hem ga gebruiken als TS. Want ik krijg meldingen binnen brand. Ja, dat was het eigenlijk. Wat ik hierin misschien leuk voor de autoladder kan doen. Maar ik kan de ladder niet. Ik kan de ladder opzetten, maar ik kan niet omhoog klimmen. Ik kan niet blussen vanuit de ladder. En ik moet de brand wel gaan blussen. Door naar binnen te gaan. Allemaal taken van de TS. Dus dat heb ik ook gezegd. Van hou er rekening mee. Tot ik ermee naartoe rijd naar meldingen. Maar tot ik hem wel gebruik als TS. Toen heb ik nog een keer gezegd van. Doe dan maar de TS. Of alsnog de autoladder. Ja, en toen zijn er toch nog een aantal flink aantal stemmen gekomen. Voor alsnog de autoladder. Dus bij deze. Het is 6 uur. 7 uur. Ja, 7 uur zou een mooie tijd zijn om een dienst te beginnen. Dus ik denk dat het ook is. Wederom een melding voor de TS, allemaal andere TS, want deze rukt toch niet uit. Ja, leuke meldingen voor ons, maar niet, of leuke meldingen, maar niet voor ons. Dus ja, jullie moeten het hiermee doen. We kunnen wel even de autoladder natuurlijk gaan opzetten buiten, even kijken hoe dat gaat verlopen. Hoe dat gaat. Oh ja, achter liggen twee mannetjes dood, let daar niet op. Is mijn... ligt aan mij. Ik heb dat gedaan omdat hun... ja, je moet vier personen kiezen om daarmee op pad te gaan met de Los Santos Rescue Division. Waarvan dus eentje naast mij instapt. En dat is voldoende voor de autoladder. Maar niet voor de mod. En vervolgens stapt dan iemand hier achter op. Dus ze stappen dan hier zo aan beide kanten op. Bij de poorten, zeg maar. Oh, wacht even. Nou, daar, ja, daar stappen ze op. Dus het ziet heel lelijk uit. We gaan even via de stoep. Hier is het ziekenhuis voor de mensen die dat niet wisten. Hier een ziekenhuis, sorry. Nou, we moeten natuurlijk even verzorgen dat hier wel nog genoeg andere hulpdiensten langs kunnen. Denk aan de ambulance, want de inrit van de ambu is hier door de parkeergarage heel raar. Maar hier ben ik ook wel eens met de spoed en zonder spoed naartoe moeten komen. Dus ik weet het inmiddels. Oké, we zijn nu bezig met de autoladder op te zetten. En daar klinkt een heel, heel raar geluidje bij. Maar dat komt omdat je hieronder nu ziet, hier bij de voorkant, zie je de originele ladder. Ja, die gaat nu wel weg. Via zo, en dan gaat die zo omlaag. Dus dat is heel raar, maar die moet je altijd eerst even verstoppen. Voordat je kunt beginnen met de video. Dus die verstop ik altijd eerst. Hier zie ik wel echt wat flinke rookontwikkeling. Dus even. Ik weet niet wat het is. Natuurlijk even zorgen. Ik kan niet verder dan dit. Want we staan een beetje beperkt. Nou, voor de mensen die dan alsnog zeggen. Ja, klim de autoladder op. Nou, dat kan. Kijk eens, je klimt hier erop en je valt eruit. Dat kan dus niet. Dus jullie zeggen wel steeds, je kunt er gewoon de autoladder, of mensen zeggen toch steeds, je kunt er gewoon de autoladder gebruiken. Nee, dat kan niet. Want je springt er gewoon doorheen en je valt er gewoon doorheen. Dus kan niet, jammer joh. En een melding, en dat is... Attention all units. Nou,
Oké, daar kunnen we wel in. Krijg je een melding? OMS zou door een openbaar meldsysteem, dus een rookmelder of een. Een handmelder die is afgegaan. Kan ook een sprinklerinstallatie zijn. Daarbij, ja, dat komt dan automatisch door bij de meldkamer brandweer. En die sturen op een moment dat er binnen 40 seconden, het is in elke regio anders, niet wordt gereageerd. Stuurt de meldkamer automatisch de brandweer. In dit geval is sowieso een TS aanrijdend. Zo niet, dan laat ik die wel komen. Maar dat is ook de hulp gevraagd van een autoladder, omdat er mogelijk op het dak wat zou spelen ofzo. Ik heb echt geen idee wat voor een gebouw het is. En ik knal meteen op mijn auto, lekker binnen het begin van de dienst. Eerst melden van vandaag, OMS'je. Kijken of er daadwerkelijk brand is. En kijken of wij daar met de autoladder moeten opzetten om daar rookontwikkeling in en rondom het dak uit te sluiten. Vrij van treinen of metro's of trams of wat dan ook, wat er allemaal rijdt. Even wat inzoomen. Zo. Ligt hem hier allemaal op de grond. Op dit moment, of ja, op dit moment, jullie moeten natuurlijk altijd even niet vergeten dat ik dit opneem op 11 februari. Dat betekent dat jullie dit pas zien 15 maart of 15 maart geloof ik. Dus er kan enorm veel gebeuren en er is enorm veel gebeurd in de tussentijd. Op dit moment voor mij is Los Santos Rescue Division bezig met of de makers ervan met een compleet nieuwe versie, een 1.0. Waarschijnlijk ook zonder ambu en reddingsbrigade, puur brandweer. En of dat weet ik dan uit bronnen die ik eigenlijk niet mag vertellen, maar ja, die gast die kan toch geen Nederlands. Dus ja, dat het kan zijn dat die inmiddels al gereleased is, de 1.0. Het kan ook zijn dat die nog steeds aan de gang is, dus dan weten jullie dat al. Maar daar kijk ik wel naar uit. Ik hoop dat het een hele stabiele mod gaat worden, want deze, ja, zoals jullie weten, is niet echt heel stabiel. Oh god. Ja, AC de 1451, graag met spoed eenheidjes erbij van de ja, TS dan. Een TS. Boulevard Del Perro. Oké, goed, collega. Get fire gear. Dat dit nog niet is gemeld, joh. Dat kun je toch niet voorstellen. Dan moet toch wel iemand een binnenbrand hebben gemeld hier. Een uitslaande brand inmiddels. Goed, we zetten de autoladder op voor het principe dat jullie ook wel blij worden of de meeste mensen. En tot ik het toch wel vet vind om hier een thumbnail mee te maken. Ja, sorry. TS is ter plaatse. Goed jongen. Pomp aanzetten, ook al heeft de autoladder dat niet. Oké, buiten gekleerd. Even instellen tot niemand schrikt van mij. En dat doe je met Everyone Ignores Player. Oké, jongen, we gaan binnenaanval.
Matthias. Ga even kijken hoe ik dat ga doen. Oh god. Ik zie niet veel. Zaklamp. Eigenaar nog binnen. Hallo brandweer. Alles staat hier in brand. Hallo brandweer. Ja, dit is dit kan als we moeten even rekening houden met explosiegevaar natuurlijk, want wat ik hier allemaal zie liggen: handgranaten, sticky bombs, proximity mines. Ja, er zit te zien is hier niemand meer aanwezig in het pand. Nee, maar anders hadden we hem wel gevonden. Dat is een grote ontwikkeling. Wat in godsnaam? Helemaal daarboven is daar ook brand. Pleur die uit de ladder naar boven hier. Oké, als zij lijkt erop dat we ook een brandje hebben op een een flatgebouw erachter. Hoe ontstaat zoiets? Nou, waarschijnlijk door de rook kan dat ontstaan. Maar kan ik hier omhoog ergens? Dit gebouw omhoog, ja, kijk eens. Misschien dat ik vanaf daar even kan blussen en dan kan ik meteen op het dak verkennen. Hier komt ook nog wat zwarte rook uit. Okay. Nou, brand is uit daarboven. We kunnen niet naar binnen. Meer kan ik hier ook niet gaan betekenen. Binnen was gecontroleerd, is volledig uit, alles onder controle, geen rookontwikkeling meer. Wij gaan opruimen en retour kazerne. En doen we alvast met end call uit, zodat de TS weg kan. Roger. Gracias. Gracias, hoi hoi. Blijven die nou hier voor altijd staan. Goed, wij gaan hier alles kleren. Clear equipment, fire gear, uit. En dan Oké. TS gaat retour C. Of uit de ladder. TS blijft hier chillen met zijn sirenes aan. Waar is mijn... Oh, de mod is gecrashed blijkbaar. Ah nee, tuurlijk. Ik ben altijd daar naartoe staan aan het kijken. En zo ben je weer terug op de kazerne. TS staat dan nog steeds te chillen alsof ze niks te doen hebben. Ongelooflijk, en wij maar werken. Ik vind het zo'n onlogische uitrit. En nu heeft de maker van de mod denk ik nog iets hieraan veranderd. Maar het was altijd zo dat je, als je hier dan uitreed, wat je nu niet ziet, waar die man nu loopt. Daar stond een brandpaal, zo'n gele. Waar je dan vervolgens tegenop rijdt. En vervolgens ontploft hij, zeg maar. En dan daarmee bedoel ik dat het water aan alle kanten langs je autoladder vliegt. Of langs je TS of langs overal. En ik zit vast hier. Zelf ingesloten. Iets te dicht op de TS geparkeerd. Oh god, ik knal overal tegenop. Maar goed. Is niks voor ons, dat is voor de TS en voor de HV. En de HV heb ik weer verwijderd. En de TS, die staat hier, maar dat zijn we vandaag niet.
Ik heb de AV verwijderd omdat ik heel veel onverklaarbare game memory error kreeg. En dat moet door een voertuig komen. Dus ik ben een beetje al mijn betrouwbare voertuigen. Dus denk aan de TS, denk aan de Autoladder, denk aan de Touran, denk aan de T5, denk aan de Vito. Die laat ik er allemaal in staan, maar die voertuigen die ik de afgelopen maand heb toegevoegd, maanden, dacht ik van, nou, die kunnen wel eens een beetje voor problemen zorgen. Kom op, ik, verkeerde. Ik ben naar Rockford Drive voor een binnenbrand, mogelijke slachtoffers. Even kijken, neem maar prio 1. 1451 uitgerukt. Rechts langs de paal. Ja, dankjewel. Ambulance toch plaatsen. TS ter plaatse. Politie ter plaatse. TS ter plaatse zou helemaal super zijn. Busje denkt ook van, nou laat ik nu eens hier wegrijden en de straat oprijden. Want ja, er komt toch geen autoladder met dikke luchthoren die niemand hoort. Ja, helemaal nergens over. En gassen. Rechts de snelweg op. Links zo. Linkerbaan. Normaal gesproken gaat de brandweer denk ik rechts of midden rijden. Want ja, daar zit een begrenzer op. Dus als je op een snelweg van 130, dan kunnen ze worden ingehaald. Ik weet niet hoe hard die gaan, 110 dat ze mogen of begrensd zijn. Het is groen, jullie kunnen gewoon rijden. Keurig. Samen blijven, ja, keurig. Hier vind ik mijn vrije ruimte. Blijf maar gewoon allemaal staan. Ja, goed zo. Jij snapt het niet, nu wel. Even kijken. Oh ja, bekende gebouw. Recht voor mij nog geen rookontwikkeling te zien. Ik kan erop duiden dat er geen brand is. Oh god. Aan de kant, blijf staan, ja. Oké. Omhangen. Ademlucht om. Iemand vertel. Was verhaal. Slachtoffers. Iemand binnen. Niemand. Oké. We gaan kijken. AC graag ter eerste plaatsen. Ja, die zal vast wel onderweg zijn. Maar waar in godsnaam blijven ze? Wij gaan binnen aanval doen. Rijdt wel heel snel uit. Hier clear, hier nog. Ja, natuurlijk beginnen met de etage waar je op dit moment bent. En dan ga je zo verder naar boven. Kijk, als je hier al dadelijk naar onder komt en het fikt hier weer helemaal, ja, dan kom je natuurlijk niet veilig buiten. Nu is de TS ter plaatse, hoor ik. We gaan hier even omhoog. Ik ga hier nog... Oh, daar, kijk eens. Dan even snel hier controleren of toch niet nog ergens is gaan fikken. Nee. Ik ga nog even boven kijken en dan kunnen we het zijn brandmeester geven. Voor nu wel zover als brandmeester, maar ik wil het zeker weten. Stel hier staat nog helemaal in de hands of hier is het juist ontstaan en dat is hier het ergste. Maar dat lijkt het niet. Daar ook lekker veel water naar binnen gegooid.
AC's zijn brandmeester hoor. Goede samenwerking met de politie en de ambu, die hebben samen de wegafzetting verzorgd zodat wij ter plaatse kwamen en meteen volle snelheid naar binnen konden en veilig werken. Geen slachtoffers gevonden. Oh, 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 ja, oké. Oké. We zijn hier nog niet weg of we krijgen een vervolgmelding van een appartementbrand. Collega, je hebt hem meegekregen, denk ik. Pieper is afgegaan voor een andere gebouwbrand. Hier is het brandmeester, ja, oké. Melding hier afgerond. Wij gekoppeld aan een vervolgmelding. Follow me en let's go. Rijden jullie mee? Zal wel niet natuurlijk. Even kijken, informatie, appartement, brand, ambulance al ter plaatse. Dat is normaal, die gaan standaard mee naar een binnenbrand. Dus dat is niet zo raar, niet apart. Geen politie ter plaatse, geen TS ter plaatse. Nou, C, oké, meegekregen, wat nader. Ja, lekker. Fiet gras even. Ja, goed zo. Die groen licht voor ons. Hier ook. Oeh. Ja, sorry, ik scheur enorm met... Oh, motorrijder, sorry. Ik scheur enorm met deze autoladder, maar hij rijdt ook wel erg lekker. Ah, standaard gebouw. Inmiddels. Lester verblijft daar met zijn hackerspullen, dus ja, die zal regelmatig wel een fikje hier veroorzaken. Hier liep om van de ambu, ik wou het toch net zeggen. Hier is wel wat rookontwikkeling uit een raam wat niet hoort, lijkt mij. Goed, we gaan even verkennen. Ik ga mijn ademlucht omdoen. Gaan we eerst verkennen om het gebouw. Ademlucht kan trouwens nog afblijven. Dat bespaart ons heet het? Lucht, zuurstof. Nou, niks te zien van buitenaf. Geen rookontwikkeling. Alleen hier uit één raam komt wat. De politie lijkt ook ter plaatse te komen. Ja, ik ga toch maar even met de brandblusser naar binnen. Even kijken. AC lijkt mee te vallen. We gaan een kijkje nemen in het gebouw. Ademlucht op. Nee. Ademlucht op. Hallo, brandweer. Hallo mevrouw. Mevrouwen. Dames. Zo te zien is het een prank. Want ik heb niks. De dames hier lijken niet echt ervan op de hoogte te zijn. Zijn ook niet onder de indruk dat hier de brandweer met ademlucht en een brandblusser binnenkomt gelopen. Jullie zijn hier lekker aan het chillen. Helemaal goed. Dan AC geen brand waargenomen in het gebouw, warmtebeeldcamera laat ook niks zien. Wij gaan met vervolg, lijkt erop dat er een nepmelding is. En we laten het over aan de politie hier over. Nou goed, wat bedoelen we met warmtebeeldcamera? Dat zit een beetje in de mod voor werk, dat heb ik niet daadwerkelijk. Normaal pakken die natuurlijk mee. Naar binnen kun je zien waar de hotspots zijn. Nu kun je dat niet, maar nu kun je wel, als je ergens binnen loopt, dan wordt je beeld een beetje groenig, wazig en groen. En dan weet je dat je in warmte loopt. Ja, dat is voor mij een hele mooie hoe noem je dat, waarneming om te zien van oké, hier is warmte, hier is brand. Dat zie je als je dan een gebouw binnenloopt. Of bij de deur en het wordt al groen wazig, dan kun je verwachten van nou, hier achter de deur zal het flink... Fikkie doen. Wij gaan hier rechtdoor. En dan is er nog een kleine 800 meter. Of nee, een kleine 900 meter. En een ruime 800 meter. En dan zijn wij terug op de kazerne. Waar ik jullie zo meteen wil gaan spreken.
Daar gaan ze toch eindelijk. Lekker bezig, pikkies. Oh, hey, wat is dit nou? Vier andere kazernes dachten we gaan hier even op bezoek. Want daar rijden TS weg en hier staan er nog twee. Dus, nou, goed. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Oh, ik knal vol op een... Want rechtsboven in beeld is het 19:58. Wij zijn een 12 uur dienst gestart vanmorgen van 7 tot 7. Dat betekent dat we een uurtje over hebben gewerkt. Dus voor nu zit het erop. Weer een mooie lange, lang genoeg, een lange video. Dus ik wil bedanken en tot de volgende. En dat zal met de TS zijn, denk ik. En ik heb twee TS'en zoals jullie weten. Die hebben we. En die van de Prio 1 Gaming met topmods gemaakt. TS, jullie kennen hem inmiddels wel. Dus daar zullen jullie waarschijnlijk via Instagram op mogen gaan stemmen. Ik zou zeggen tot de volgende video. Doei!